Oké, gaat die box. Hoppa. Oké, 160 meter, kap 48 in de Rio blijven. In de Rio blijven, kap 48. Gaan we over 300 meter rechtsaf, kap 62 tussen de bomen door. Over 200 meter hier tussen de bomen door, kap 62 naar rechts. Ja, tussen de bomen door. Eén boom aan je rechterhand, kap 62. Hou we vol voor 400 meter en heb je links, rechts tussen de bomen door. Over 200 meter links, rechts tussen de bomen door. Dat ding maakt herrie. Over 200 meter gaan we rechtsaf. 600 meter gaan we rechtsaf. Tussen de bomen door blijven. Kap 62, gaat helemaal goed. Over 300 meter gaan we rechtsaf na de heuvel. Hier heb je de heuvel, na de heuvel rechtsaf. Yep. Over 200 meter rechtsaf. Na de heuvel rechtsaf. Kap 76 en dan krijgen we kap 128. Hier kap 128. Helemaal naar rechts in de canyon. Na 200 meter kap 128. Meer naar rechts, meer naar rechts. Doen 400 meter tussen de heuvels door. Gaan we, krijgen we dit één ruitteken omhoog en daarna weer naar beneden. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Goed. En dan gaan we een beetje flauw naar rechts. Over de heuvel. Naar rechts. Naar beneden. Slecht, zegt hij. Oké. Gaan we naar links. Links over de heuvel. Smal. Hier is het smal. Smal over de heuvel naar beneden. Smal. Over 50 meter. Smal. De heuvel naar beneden. Dat is dit. Hier een ijsplitsing, gaan we naar rechts. Dat zou hier moeten zijn. Dit was de ijsplitsing naar rechts, om de heuvel heen. Gaan we door de Rio heen hier, door de Rio heen, 100 meter, dat is deze, sorry. Rechts links, gaan we rechts, kap 43, rechtsaf, kap 43. Oké, dat is los. Jezus, wat stuurt dat ding hier, wat gaat er af? Ja. Een ditch, over 200 meter diepe ditch. Over 300 meter in de Rio tussen de bomen door. Tussen de bomen door in de Rio, kap 42. Yep. Kap 42, tussen de bomen door. Tussen de bomen, kap 42 is deze kant op. Over 500 meter Rio uit, kap 28. Ja, kap 42 aanhouden. 200 meter, Rio uit, kap 28. Over 100 meter, Rio uit, kap 28. We gaan naar links. Hier zouden we eruit moeten gaan. Rio uit, kap 28. 28. En 300 meter gaan we naar links, meer naar links, kap 295. Helemaal goed. Kap 295 tussen de heuvels door, in de canyon. Kap 295, klopt? Ja. Yep. Oké. Dan over 600 meter, smal tussen de heuvels door. Daar smal tussen de heuvels door, over 600 meter. Smal, hier is het smal tip, tussen de heuvels door. Dat is deze. Hij remt ook serieus goed, hè, dat ding. Oké, ijsplitsing linksaf, kap 295 over 100 meter. Over 100 meter, dat zou hier moeten zijn. Yep. Kap 295. Over 300 meter, 200 meter, kap 292. Alleen maar rechtuit. Stenen en de kap aanhouden. 292. Ietsje naar links volgens mij. Iets naar links, klopt. Oké. Voorzichtig, hè, motorrijdertje. Er staat nog op 130. Oké, dan gaan we over 200 meter rechts links tussen de bomen door. Rechts links, rechts kap 38. We gaan ver naar rechts kap 38. Hier naar rechts kap 38. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, meer naar rechts. Meer, 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 meer. Meer naar rechts. Gaan we tussen de heuvels door. Kap 72, meer naar rechts. Oké, van 100 meter gaan we naar rechts kap 72. Voor de heuvels. Voor de heuvels hier kap 72. Gaan we over 500 meter om een heuvel helemaal links eromheen. Ik geef het je aan. Over 400 meter krijgen we heuvels. Dan gaan we helemaal links eromheen in een bocht die 200 meter.
Omheen, Omheen. Kap 296, helemaal door Omheen, helemaal door Omheen. Helemaal door Omheen. Kap 296 en een kilometer ijsplitsing 322. Kap 296 gemiddeld aanhouden. Kap 296 op 800 meter. 296, iets is naar links inderdaad. 296. Oké, gaan we over 400 meter ijsplitsing, kap 333. Met een hele flauwe rechts, niks aan de hand. Over 200 meter, flauw naar rechts. Dat zou hier moeten zijn, ijsplitsing. Hij zegt rechts en links, beetje rommelig. 322 aanhouden. 322, gaan we hier tussen de bomen door, kap 299. Tussen de bomen door, kap 299. Boom!